Het mooiste kerstcadeautje ooit. Ja, ja, kerstfeest, schatje. Ja. De laatste week was echt zalig. Het was mega druk in het restaurant, dus ik ben echt heel gelukkig. Het was wel zo druk dat ik een beetje me vergeten om te filmen. Feesten waren keigezellig, hoeveel tijd doorgebracht met mijn ventje. En dat heeft mij echt wel terug goed opgeladen. En ik kijk gewoon zot uit naar volgend jaar. Ik heb er echt goede moed in. Het is vandaag de 24e en Jantje mag eindelijk al zijn chocolatjes open doen. Precies, zoals met de kleine of zo. De waardebon van IKEA. 5 euro. Maar dat is niet het belangrijke. Het belangrijke zit eronder. Oh, het is er maar eentje. Maar het is wel een grote. Dat gaat er sowieso in komen. Van waar zou het zijn? I don't get it. Oh my god, ik heb daar gewoon parfum gespoten. Jesus. Oh my god. Oh, Danny. Oh, zo lekker warm en zacht. Dit vond ik wel een beetje min, ja. Je doet 2 laagjes gijs. 2 laagjes gijs en 6 stukjes. You are a professional, I see now. Yeah, man. Ah! Ah! Zie ik er een beetje uit als een lepdier? Ja. Is dat chocolade gesmolten? Ja. Mag ik eens proeven? Schat, zo ga... Nee! Ja! En dan neerleggen en stoppen. Chocolate baby, chocolate. Oh my god. Chocolate apples. Jantje deed voor zijn kerstmis de bucketlist boek voor koppels gekregen. En een van de opdrachten is dat we een unieke handshake moeten uitvinden. Voor het. Score!